Wij gaan vandaag naar Esra toe. Ik heb er heel veel zin in. Want vroeger toen ik nog zo'n klein guppie, klein meisje was, keek ik ook altijd al naar Esra toe. En was stiekem vroeger toch ook al wel een kleine droom om haar paarden te kunnen zien en om daar te zijn. En vandaag gaan we dat doen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Nou, Samson. Hallo, dan ben ik ook een keer bij jullie op tv. Komt u binnen? We gaan naar binnen toe. Ja, is dat niet? Ja. Het is wel wat minder opgeruimd dan dat het normaal is als er mensen komen, maar het is vandaag zaterdag, dus dan is het altijd een beetje druk. Nou, Samson is nat en vies. Jij gaat echt hele natte billen krijgen zo, hè? Nou, maakt niet uit. Je hebt vieze, beetje vieze hond en je stinkt ook zo, getverdamme. Oh ja, heb je dit wel eens gezien? Kunnen we paarden die buiten die deur van stapmolen staan, kunnen we hier in de gaten houden. Dan kunnen ze ook horen, dus als er iets gebeurt dan, en we zijn hier bezig, dan hebben we het gelijk in de gaten en dan kunnen we er gelijk naartoe. Oh, ja, handig, hè? Moeten wij ook hebben. En gewoon in de kantine. Samson vindt jou lief. Samson vindt heel veel mensen lief. Ja, maar Samson is heel vies. Nat. Gaat ze hebben. Gelukkig hebben we handschoenen. En we hebben ook nog een zadelkamer met tegen boeven. Is het heel zwaar? Ja, het is heel zwaar. Ja, als je het zo open richt, is het niet zwaar. Maar hij werd erin gehangen. En dat is wel heel zwaar. Dat snap ik. En deze staat open. Die wordt nu gebruikt. Dan staat ze in zijn hoofd stellen. En hebben een soort systeem. Elk paard heeft een nummertje. En dan hebben ze een kastje met het nummertje. Een hoofdstel met het nummertje. En een zadel met het nummertje. En dan hoort alles bij elkaar. Dus als we dan een keer op een paard van iemand anders moeten rijden, dan zijn alle spullen ook bij elkaar. Gezellig. En ik ben heel aso, want ik neem een heel rek in beslag. Maar ik mag dat, want ik woon hier. En we hebben een soort kastjescrisis. Want we kregen nieuwe mensen en hadden we kastjes tekort. En deze is al 11 jaar van mij. Al 11 jaar. Mm-hmm. En nu moest ik hem afstaan. Want er zijn mensen die zijn nieuw gekomen. Dus nu zitten mijn spullen in de kantine. En 2 keer per dag trek ik dit kastje open. Oh nee, hij is niet van mij. En dat gaat al weken zo. En ik heb het nog niet geleerd. Oké. Okay. Maar ja, goed. Vanuit. Maar je hebt toch allemaal spullen daar staan? Heb je dan echt zoveel spullen? Ja, dat komt omdat wij nooit iets weggooien. Oh. Maar dat komt ook heel goed uit, want het komt altijd het weer van pas. Ik vind nog steeds dat je niet te spullen hebt. Het lampje wil niet aan. Lampje, wel of ga jij niet aan? Lampje? Oh ja, hij is aan. Ja! Nog meer spullen! Er zijn ook een paar dekens van andere mensen. Maar er zijn ook heel veel dingen van ons. Ook heel veel oude dingen die echt al 20 jaar oud zijn. Allemaal met die bakken met reserve. Reserve, bond, reserve, reserve. Dat zijn allemaal hele oude dingen. En het komt altijd een keer van pas als je het ooit een keer nodig hebt. Reserve hoofdstellen. Heb je dan ook zo'n hoofdstellen? Ook van allemaal oude paarden. Allemaal bewaard. Oké. Okay. Zelfs. Veilig uitkrijgen. Wacht, pak dit eens aan van mij. Het is wel zwaar. Ja, top. Allemaal witte.
En deze ook. Zet hem al op de voorkant. Oeh. Nog meer. Zo? Ja. Jeetje, dat heeft ook een soort apenkooi hier. Dit zijn allemaal. Er zitten ook dingen in van heel lang geleden die we vandaag de dag echt niet meer gebruiken. Maar hoe kun je dan zoveel bitten hebben? Het is allemaal van vroeger, allemaal van oude paarden. En mijn moeder reed vroeger op een hele grote manege, daar gaf ze ook les. Dus allemaal spullen van toen. Maar dit gebruiken wij allemaal niet meer. Klein? Ja, ook iets heel kleins. Heel kleintje. Het is wel vervelend. En... Dat is belderbit. Nee, dit kan belderbit niet zijn. Ja, echt? Die heeft een hele kleine bitjes. Nee. Dit kan belderbit niet zijn. Grote dingen, kleine dingen, grootkleurige dingen. Kijk, je kunt het verschil zien. Ertussen, dit is een grote. Hele rare. Schattig, hè? Hoe dan? Allemaal. Maar hier gebruiken we, maar misschien heel soms dat als we een keer iets nodig hebben, dat we hier iets uitzoeken. Maar dit bewaren we eigenlijk als soort van museumstukken. Ah, dus eigenlijk kan je gewoon bij. Eigen museum opstarten. Ja, dat kan. En ik weet niet waarom deze hoefijzers hier liggen. Ja. Het kan. Stel je voor dat je ooit een keer een hoefijzer nodig hebt. En ja. Voor als het hoefijzer mee. Helemaal. Paardvoer! Je hebt echt veel vakken. Ja. Er waren eigenlijk 3 vakken, maar toen heeft mijn vader deze erin gemaakt. Maar die is nu op. Dus. Brokjes en muesli. En ook allemaal van die smeerseltjes en poedertjes en dingetjes. En deze is normaal helemaal vol tot hier. En dan nu is het dan gezakt tot daar, want dit hebben we allemaal opgemaakt. En dan als het helemaal bijna leeg is, dan bestellen we weer nieuwe. En dan wordt er weer nieuw voorgeleverd. En is die weer even vol. Maar we kunnen niet alles hier volleggen, want het gaat ook over de datum. Dus je moet wel, en dat gebeurt best wel snel. Ik wist dat niet, maar het gebeurt best wel snel dat het over de datum gaat. Dus altijd vers voer. Oké, gaan we verder gaan. Ja, moeten de bitten deze terug? Bak kan niet eens meer dicht. Zo, nou ja, goed. Moeten de bitten niet doe terug? Ik straks wel. Oké, ja. Dat gaat leuk, Samson. Ik denk niet dat ik het ga doen eigenlijk. Je loopt de hele tijd bijna tegen me aan. Oké. Paardenwasseretten hebben we. Kunt je lekker in bad. In een binnenbak, zo fijn als het regent. Vraag maar, ze zijn al heel lang af. Waarom hebben ze altijd zo'n tas? Nou, dit zijn laptoptassen van de Action. En die hangen allemaal aan de stal. En er zitten dan de beemschermers in voor als ze naar buiten gaan. Dus als ze dan naar buiten gaan of in de stad mogen, krijgen ze beemschermers om. En er zitten dan deze tas. Dus dit zijn de buitenbeemschermers die ook vies mogen worden. En dan hebben we dan zo aan. Dan hoef je alleen maar het paard te pakken, de beemschermers om te doen. En zijn ze klaar. Oké. Okay. Handig, hè? Ja. Een uitvinding van mijn moeder. Laptoptassen. Hupsterpaardjes. Deze is niet thuis. Rino is niet thuis. Is hij dan één? In de stapmolen, denk ik. Ah. Oh ja, dit is de enige met houtkrulletjes. Ze hebben allemaal stro bij ons. Behalve deze, want die kan er niet zo heel goed tegen. Deze heeft van die dingetjes. Eigenlijk mag je dit dus niet op de mestput gooien. Dit moet je eigenlijk wegbrengen bij de gemeente. Want dit, onze mest gaat naar de champignonteelt. Dus daar groeien champignons op. Mm-hmm. Maar als dit ertussen zit, daar houden champignons niet van. Dus dan groeien champignons minder hard. Dus dit moet je eigenlijk apart wegdoen. Maar wij zijn heel stout en doen het misschien soms toch een beetje door de mest. Nou ja, zo erg is dat het. Champignons zijn toch niet lekker. Nou, het is maar een beetje. Het is niet zoveel. Hallo Ali. Hallo. Je bent bloot. Oh, gadverdamme, je neus is nat. Hallo. Je bent bloot. Waarom ben jij bloot? Hier, ga hier kijken. Hier, kijk. Deze heeft een muts. Hier, kijk. Ali, hier. Kijk, een muts. Kijk. Ali, een muts. Ik vind die mutsen leuk. Een muts. Ali, een muts. Hier. Pak de muts. Goed zo. Heel goed. Ja. Hij houdt ook van oren. Volgens mij wel, ja.
Pietje. Het is echt een knuffelpaard. Hallo, zeg. Kom, je moet je kleedje op, Hallie. Je moet je kleedje op. Niet weglopen. Goed zo, braaf. Nog meer paarden. Oh, je mist niet. Ja, deze heb je net gezien, denk ik. Ja. Dit is Guido. Dit is de enige Fries op stal. Soms hebben we wel eens een keer een ander soort paard. En Guido is nu ons andere soort paard. Oké. Okay. Ja. Dit is Marino stal. Tarino is vooraan, want Tarino is nog geen stap nodig. Oh, deze. Ja. Nou, kijk. Toen we hier kwamen wonen, toen was dit Marino stal. Want toen hadden we die achterste twee boksen hadden we niet. Dus dit was de laatste. Okay. En hier zat ook zo'n band in. Die net zo is als dit. Dus waar je niet doorheen kan kijken. Want Carino is totdat hij 24 was dekkengst geweest. Dus die kon ook niet zo heel goed met andere paarden gingen ruzie maken. Dus dit was Carino's stal. En toen heb ik dit weer opgeschreven met stift. Die er niet meer afgaat. Ja. En toen gingen we eventjes veranderen. En Marino is ondertussen gecastreerd, want hij is met pensioen. Dus hij staat nu vooraan tussen de dames. Maar dit staat er nog steeds op, want dit gaat er dus niet meer af. Dat is Maar het is wel een soort van herinnering aan dat hij hier vroeger stond. Maar het gaat er dus niet meer af. Maar ik denk wel dat, stel je voor dat Marino doodgaat, want hij is al heel oud. Zodat ik het eraf ga schroeven en dat ik het dan ga bewaren. Nog eentje. Een paard. En oh, hallo. Nog een paard. Moet je dan naar buiten kijken. Ja. Jij vindt het leuk? Allemaal leuk. Zeg. Heel gezellig. Ja, goed neus. Ja, ik ben wel een beetje een groot hoofd. Een beetje een breed hoofd heb ik. Ja, een klein neusje. Ik ben een pony, zeg maar. Ik heb een heel klein neusje. Hij doet ook altijd met zijn ogen bewegen en houdt met zijn kop stil. Oh, komt nog een paard. Laten we aan de kant gaan. Iedereen gaat aan de kant, behalve Samson. Ja, dus denk ik blijf lekker staan. Zullen we niet naar buiten gaan? Zullen we door het raam kijken? Ja, is er nog een heel slecht idee. Nou, we hebben ook nog buiten. Paddokjes en weilandjes. En dan kunt je buiten staan. En links om de hoek ziet u. Ik kom net zo'n toeristenguide. Links om de hoek, als u naar links kijkt, dan ziet u onze mestput. En als u naar rechts kijkt, ziet u het eerste stukje van de buitenbak. En dit was Essa Tours. Dank u wel. Vroeger toen wij hier kwamen wonen, we hadden een binnenbak. Vond ik dat altijd heel fijn. Als het dan regent of sneeuw of zo, kon ik altijd lekker binnenrijden. Maar tegenwoordig rij ik eigenlijk altijd buiten, want Halloween is zo groot dat die eigenlijk niet zo heel goed in een kleine bakje past. Dus dan ga ik ook als het regent of zo, als het heel koud is, rij ik gewoon buiten. Gadverdamme, zit je weer paardenpoep te eten. Wauw, dan gaan we hier daarna lekker hier in mijn gezicht likken. Dan ruikt hij tenminste wel gauw op. Ja, en weet je wat hij het allerliefste heeft? Nee. Als de hoefsmid komt. Nee. Als de hoefsmid komt. En als er dan zo van die afgebroken, nou hij trekt het er nog net niet zelf vanaf, als er zo van die afgebroken stukken hoef liggen. Oh ja, dit doet Samson, dan heeft hij een beetje jeuk en dan gaat hij zo langs de muur lopen. Oké, okay. En dat vindt hij heel lekker om te eten? Ja, dat vindt hij heel lekker om te eten. Hij gaat ook heel erg van het bek stinken, maar hij vindt dat heel lekker. Oké. Okay. Dan zullen we jou even een beetje een hosteltje doen. Ik kan ook wel een beetje ja. Zo. Samson, ga zitten. Ga zitten. Goed zo. Ben je nog af? Ben je nog af of niet? Ga eens af. Ga eens af. Goed zo. Kom. Zo. Het is net een paard, maar dan die licht. Jij ook erbij doen, dan vindt hij lekker. Ja? Ja. Oké, is een beetje raar. Maar er komt ook echt heel veel haar van af. Ja, klopt. Zo'n veel haar altijd. Kijk, en als je dan klaar bent met de ene kant, dan doe je even zo. Zo. Kijk, en dan kan je ook de andere kant doen. Zo. Ja, ik vind dat ook altijd heel lekker.
dat zie ik. Hallo. En als ze dan zo van die pluizen komen, dan wordt hij altijd heel wild. Hij wordt altijd heel wild van zijn eigen pluizen. Oh, pluizen! Oh, pluizen! Kijk, en dan is die wilde nog even in de binnenbak. Gaat hij erin? Ja, tjoe! En dan gaat hij de worstel met zijn eigen pluizen halen. Moet ik hem komen halen of kom je zelf terug? Samson? Zo, die blikken. Hey, Farino! Kom maar. Ja! Kijk, ik zit hier even. Al die pluizen doen. Ik weet niet of hij het leuk vindt. Kom, kom. Kijk, pluisje. Kom, pluisje. Kijk eens, pluisje. Pluisje. Wee. Pluisje. Joehoe. Dus hiervan houdt Samson. Pluisje. Kijk, hoe pluisje dat ze leuk vindt? Oeh, ja. Oeh, pluisje. Pluisje. Oeh, pluisje. Goed. Kunnen we nooit meer terug als we hem niet afpakken. Ja. Ja. Aha. Oh, er zit wel een beetje zand in. Kijk. Pluis in die koe? Nee. Zal ze breng maar naar Esra toe. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Koe is hier. Nee. Dag, ik ga echt de deur niet open doen, dan kom je nooit meer terug. Los, los, zo. Ben je zo raar, hoor? Ja. Kom eens, ouwe. Kom eens, ouwe. Jouw schatje. Hij is best klein. Ik dacht dat hij groot is. Ja, hij is ook wel gekrompen hoor, maar hij is niet zo heel groot. Ben je gekrompen? Ja. Ja, hij is een beetje van ouderdom gekrompen, zeg maar. Ja. Hoe oud is hij? 29. 29? Ja, hij is oud man. En ben je ook nog op? Nee. Want hij is nu wel een beetje doorgezakt. En hij is ook af en toe een beetje stijf. Ik ben best wel groot. Dus dan vind ik het altijd, ja, vind ik het een beetje zielig. Heel soms doe ik nog wel eens een beetje stappen. En dan maakt hij zich ook altijd heel erg druk als ik dat doe. Het is wel leuk dat hij zo komt kijken, want meestal moet hij niks hebben van vreemde mensen. Jij moet daar niks van hebben. Nee. Hm? Oude man. Ja. Het ging altijd heel goed, maar hij verliest nou een paar tanden. Ja, maar dat mag ook wel als je zo oud bent. Ja. Had ik heeft hij geen tanden meer, dat zou niet zo fijn zijn. Nee. Nou, hij is er pas 2 kwijt. Dus hij heeft er nog 40 over. 38 over. Ik dacht al, ik herken jou. Ja, ik herken jou. Hey, ik wist het wel. Dikke Danny. Je was vroeger van mijn zusje. En mijn zusje werd 18, dus die mocht niet meer bij de pony's rijden. Dan een meisje uit de straat, die kwam hier met een pony van zichzelf. En die was een beetje stout. En het meisje kon nog niet, reed eigenlijk pas net paard. Ze was nog een beetje te moeilijk. Ze hebben omgeruild en heeft zij onze pony genomen en wij haar pony. En toen hebben we voor haar pony weer een ander baasje gezocht. Maar Lily is altijd hier gebleven. Ja, dat is wel leuk. Ja. Al vanaf dat ze... waarom staat hier 2012? Dat klopt niet.
Al vanaf dat ze 4 was en ze is nu 11 wordt ze dit jaar. Nee, ze is even oud. Dat is wel jam. Dat is wel heel lang. En deze is ook wel leuk. Hallo. Kreeg hier een meisje met haar ouders, een tijdje geleden. En het meisje is nu 13 en danst internationaal. Ze zit er ook voor op school. En die wil ook heel graag paardrijden. Die reed gewoon paard op de manege. Maar ja, ze wilde toch wel wat serieuzer. En ze wilde ook in de sporten. Ze wilde ook wedstrijden rijden. Ze heeft ook zo'n mentaliteit, want ze danst ook. En toen hebben we eigenlijk gezocht naar een goede pony voor haar, waar ze goed op kan leren rijden. Beter op kan leren rijden, waar ze ook wedstrijden mee kan doen. En dat is deze. Dus die heeft ook elke dag les. En als ze wedstrijd heeft, gaan we mee. En als er spullen gekocht moeten worden, gaan we mee. En als ze vragen hebben, gaan we mee. En als de dierenarts of de hoefsmid komt, gaan we ook mee. Dus het is wel een soort dagtaak, maar het is wel heel erg leuk. Het is ook een hele leuke pony, zeg maar. Ja, heet een leuke pony. Hij heet Dior. Dior. Ja, dan zullen we vanaf hier even naar de stadmolen kijken, anders worden we heel mat. Zoals gezegd, ik blijf op een afstand kijken. We hadden nooit de stadmolen. En toen is... ik weet niet of ik dat mag vertellen, maar toen is mijn vader, die is een paar keer wezen kijken bij stapmolens en bij fabrieken die dat maken. Is die heel vaak geweest. En toen heeft hij uiteindelijk de molen, dus het ding wat ronddraait, heeft hij daar gekocht. En de rest heeft hij afgekeken en thuis zelf gemaakt. Dus alles wat er omheen staat, heeft hij zelf nagemaakt. Er zijn drie paarden buiten, die kunnen we van hier ook zien. Ja, kun je daar binnen toe? Zo. Als ze dan hier... Het lijkt wel een soort paneelvoorstelling. Ja. Oké, ze staan wel allemaal met hun hoofd net naar binnen. Dat is wel een beetje jammer. Ik zie daar een bles. Zie jij een bles? Ik zie een bles. Oké, er zijn dit hele ding, die hele schuur, was hier vroeger als... Nee, ik lieg. Dat schuurtje in de tuin was hier vroeger als eerste. Dat was de eerste paardenstal. Toen kwam dit er. De hele stal is al 25 jaar oud. En toen kwam dit waar we nu staan. En dat hebben we eigenlijk altijd gehouden. Er zaten ook al boksen onder. En die gebruiken we eigenlijk alleen als er eentje ziek is. Of als we een heel groot paard hebben, want die zijn ietsjes groter, die boksen. Of als iemand zegt, nou ik wil per se dat hij daar staat, dan mag dat. Of als het binnen vol is, zoals nu. Dus dan passen ze binnen niet meer, ze mogen ze bij staan. In de rechter staat Jadotski. Jadotski, ja. Een hele moeilijke naam. Mm-hmm. Dat is een jong paard. Wordt dit jaar 5. Die daarnaast van dezelfde eigenaar, dat is Lucky Queen. Die wordt dit jaar 6. En die daarnaast, waar dat lint ook hangt, als je het kan zien, daar staat Happy Feet. En Happy Feet is het EK-pony. Die had vorig jaar goud op het EK bij de Children. Zo. En zijn weer bezig dat ze dit jaar ook weer naar het EK mag. En dit jaar is het EK in Rotterdam. Vorig jaar was het Frankrijk. Dit jaar is het Rotterdam. Het is een eigen land. En dat zou wel heel cool zijn. Als dat kon. Dan hebben we een kampioen op stal. We moeten eens kijken naar die onderkant van die... Die zijn helemaal gebogen. Ja, weet je hoe dat komt? Nou, toen we hier gingen verven, dan hebben we ze eraf gehaald, want ze waren heel vies. En toen hebben we bij ons binnen in huis in bad gelegd, zodat ze konden weken. Maar ze pasten niet helemaal in het bad. Dus deze kant, zeg maar, lag dubbel gevouwen. Maar ze hebben er echt 3 dagen gelegen. En nu zijn ze allemaal dubbel gevouwen, omdat ze in bad hebben gelegen. Ja, ik hoop eigenlijk dat ze toch weer recht zakken, maar tot nu toe is het niet gebeurd. Het einde van de Esra Tour. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video met de tour van Esra. Leuk. Dankjewel Esra. Alsjeblieft. Gezellig zo. Kunnen we dan wel een keer doen. Ja, volgens mij. Doen we nog een tweede tour. Doen we achterstevoren, want dan is het toch weer ietsjes anders. Ja. Oké, leuk dat ik ook hier bij jullie op bezoek was. Een duimpje omhoog. En abonneer op het kanaal. En ja, mijn handschoenen zijn nat. Doe een duimpje omhoog. Ja, precies. Zo. En abonneer hier beneden bij ons kanaal. En abonneer ook op Esra's kanaal. Ik heb een nieuw kanaal, jongens. Trafgekeurd. Als jullie daar iets over willen zien, kijk even op Instagram of zoek op YouTube. We zijn nu live. Dus yay!
Leuk, misschien kunnen we nog wel een keer video samen doen. Ja. Zo cool. Oké, okay, dankjewel. Bye, Emma. Het is echt een knuffelpony dit. Ja. Ja.